Ik ben Emmy. Ik werk als ervaringswerker in PC Betania. Ervaringswerker, het woord zegt het zelf. We hebben allemaal een psychische kwetsbaarheid en we wouden er graag iets mee doen om een ondersteuning te kunnen zijn voor mensen voor wie dat momenteel heel moeilijk is. In Betania zijn er veel verschillende afdelingen en wij doen echt heel erg ons best om twee vertrouwde gezichten van een afdeling te zijn. We komen minstens wekelijks op die afdeling, zodanig dat de patiënten, ook de hulpverlening, dat zij ons kennen, dat wij een vertrouwd gezicht zijn, wat nodig is voor die vertrouwensband op te bouwen. Dus mensen kunnen dan bij ons terecht voor individuele gesprekken. Heel belangrijk dat alles wat gezegd wordt, dat in vertrouwen is. Wij ervaringswerkers, we begeleiden ook groepen, we geven trainingen. De trainingen die dat we geven, die zijn heel praktisch gericht. We vertellen zeker tijdens trainingen of zo niet heel ons verhaal, maar er komen, afhankelijk van het stukje waar we mee bezig zijn, voorbeelden van ons vanuit de praktijk. En die zijn voor mensen, patiënten, heel vaak herkenbaar en daar kunnen ze dan vaak mee verder. Op beleidsniveau wordt er ook beroep gedaan op ons als ervaringswerker, bijvoorbeeld over bepaalde thema's waar dat moet nagedacht worden van hoe, in welke richting gaan we uit als ziekenhuis. Dan zijn we erbij om de patiëntenbril op te zetten, om te kijken door de bril van de patiënt. Dus we vinden dat heel fijn om dan zo mee de richting te bepalen die dat ziekenhuis uitgaat. Door al als ervaringswerker geeft mij heel veel voldoening, omdat het niet bestond in de periode dat ik was opgenomen. En dat ik dat echt wel heb gemist, dat ik daar ook naar gevraagd heb zelf. Van ik zou graag eens willen praten met mensen die het ook zo moeilijk hebben gehad, met wie dat het veel beter gaat. En het kon niet, het bestond niet. En dat is de drijfveer geweest dat ik ermee ben gestart. Wij doen allemaal ons werk met heel veel passie en wij wenden die kwetsbaarheid, gevoeligheid heel graag aan om die om te buigen naar een gevoelige kracht.